Dames en heren, van harte welkom bij de tweede les van de heer Divkovic. Vorige keer hebben we het gehad over gebergte. Ik hoop dat het een beetje gelukt is. Ik weet dat het is voor mij ook even wennen om uh, zo les te geven, maar we gaan in ieder geval het beste ervan maken. Voor vandaag gaan wij eigenlijk alleen maar aantekeningen doen. Dus dat betekent dat uh, wat je nu van mij te horen krijgt, je krijgt ook een duidelijk signaal met nu gaan we echt beginnen... Dat je de belangrijkste zaken noteert van wat ik te vertellen heb. De belangrijkste zaken komen in principe ook gewoon in beeld. Dit verwerk je in je periodeschrift. Zorg ervoor, met name met deze thema, dat je de, dik, dat je de belangrijkste begrippen dik gedrukt maakt. Of in ieder geval markeert. Voor de rest ook geen opdrachten vandaag. Voordat we beginnen. Natuurlijk uh, wederom een eeuwoude traditie van, uh, daar is die Rudolfje. Oppa. De ochtendspreuk. Mocht je die voor jezelf willen doen, dan kan je nu even de video pauzeren voor een paar seconden. Om vervolgens straks verder te gaan. Want ik raad je natuurlijk aan om de godesgeest natuurlijk weer langzaam, maar zeker naar je toe te krijgen. Om je te kunnen assisteren in uh, de les van vandaag. Dus uh, doe dat. Top. Dat is goed. Heb je het al gedaan? We gaan dus verder. Voor vandaag gaan we wederom kijken naar. Bewegingen van platen. Vorige keer hebben we gezien dat er gebergten kunnen ontstaan. Op dit prachtige plaatje zie je namelijk de rode lijnen. Dat zijn de grenzen van platen. En bij de grenzen van platen gebeurt er van alles. Platen kunnen uit elkaar gaan. Platen kunnen naar elkaar toe gaan, zelfs langs elkaar. Toevallig weet ik dat bij Europa zie je een prachtige plaatgrens in de buurt van Italië en Spanje. Daar gaan twee platen langzaam maar zeker naar elkaar toe. En daar krijg je dus ook. De Alpen gebergtevorming door dat platen naar elkaar toe gaan. En bij India is dat ook hetzelfde geval. Je ziet het erboven, ook een beetje aan het rand. Daar ontstaan de Himalaya's langzaam maar zeker. Maar behalve gebergte zijn er ook twee andere effecten. Eentje zie je op de kaartje. Dat is namelijk, uh, nou allebei zie je eigenlijk. Je ziet zo'n mooie driehoek, dat is waar vulkanen ontstaan. Ook heel erg in de buurt van plaatgrenzen. Dat gaan wij allemaal morgen behandelen. Maar voor vandaag gaan wij kijken naar een ander fenomeen. En dat staat er in principe ook op. Want je ziet het, als je kijkt naar de legenda beneden, zie je gebieden die te lijden hebben onder aardbevingen. In de buurt van plaatgrenzen heb je namelijk behoorlijk wat aardbevingen. Aardbevingen. En uh, behalve een aardbeving kan er zelfs nog iets ontstaan. En daar gaan wij het vandaag over hebben. Hoofdstuk 5 gaat over aardbevingen en tsunamis. Dus nu begint de les officieel. Hoofdstuk 5 Aardbevingen en Tsunamis. En we beginnen, zoals je natuurlijk heel mooi kunt zien, met aardbevingen. Met een heel essentieel vraag: wat is nou een aardbeving? En dames en heren, we gaan er ook niet te moeilijk over doen. Een aardbeving is niks anders dan het plotseling schudden van de aarde door het verschuiven van stukken aardkorst. Wat je hebt geleerd in les 3 is namelijk dat de aarde constant in beweging is, platen zijn in beweging, je ziet daardoor ook gewoon continenten en al veranderen en deze bewegingen die zijn niet gestopt, ze gaan ook door, dus zelfs nu. Zijn onze continenten op een slakke tempo zichzelf aan het verplaatsen? Alleen gebeurt die verplaatsing niet altijd even soepel. En doordat het niet altijd even soepel verloopt, kunnen wij dit voelen als schokken, oftewel aardbevingen, het plotseling schudden van de aarde door het verschuiven van stukken aardkorst. Wat je namelijk ziet, is dat platen die gaan in principe allerlei kanten op. En vooral in de buurt van Azië gaat het uh, redelijk los. Daar uh, knallen ze hard naar elkaar toe. En uh, Japan voelt dit ook heel goed. Je hoort heel vaak: Japan heeft last van aardbevingen. Gebieden in Azië hebben heel veel last van aardbevingen. En dan weet je waarom. Het is een behoorlijk interessant plaatgrensgebied. En wat er dus gebeurt, is als twee platen. Laten we maar zeggen, deze twee naar elkaar toe gaan. Je ziet uh, dat de afbeelding misschien niet van denderende kwaliteit is, een beetje grof is. En dat is juist fijn aan dit afbeelding, want de aarde zelf is gewoon grof. Als de ene plaat de andere, ene kant op gaat en de andere plaat een andere kant, dan hoeft dat niet per se heel soepel te verlopen. Stel je voor, de rechter die wilt inderdaad naar beneden toe, terwijl de linker naar boven wilt gaan, omdat de oftewel de aarde gewoon heel grof is, kan het ook best zijn dat de ene plaat blijft haken aan de ander. Wat er dus gaat gebeuren is, omdat ze nu dus haken, blijven ze duwen en ze blijven duwen, dus een hoop spanning gaat zich opbouwen totdat één plaat of de ander plaat eindelijk eens een keer wint het gesteente waar het aan vasthaakt, dat breekt af. En als het afbreekt, gaat het op een heel erg schokgewijze manier verschuiven. En dat zie je hier. Je ziet uh, dat de ene plaat hier heeft gewonnen. En langzaam maar zeker verschuift het dus nu naar beneden. En doordat de aarde in principe grof is, is de verschuiving ook ontzettend grof. En dat voel je dus. Als een aardbeving. Dat kan ook bij andere soorten platen gebeuren. Bijvoorbeeld platen die langs elkaar gaan. In uh, Californië, de San Andreas breuk, heb je zo'n soort plaat. En die blijft eens in de zoveel tijd heel, ja, heel goed haken, om het maar zo te zeggen. Druk bouwt zich op en bam. Je krijgt een flinke aardbeving. En die aardbevingen in Californië kunnen best wel heftig zijn. Om het wat duidelijker te maken, kan je in de YouTube-beschrijving, maar ook in Magister. Kan je een filmpje zien van schooltv. Het is niet een uh, super indrukwekkend filmpje. Ook niet uh, super ingewikkeld. Maar misschien geeft het een wat betere beeld van twee platen die tegen elkaar aan het vechten zijn. Totdat één overwint en er eindelijk eens een keer langs kan gaan. Maar weet er dus bij de belangrijkste dingen: twee platen die willen langs elkaar gaan, of die blijven tegen elkaar aandrukken. Ze blijven haken en ze blijven dus pushen, pushen, pushen en pushen, totdat uiteindelijk eentje wint. Alleen tot die tijd is er dus behoorlijk wat spanning, want ja, je moet nagaan twee grote aardplaten die langs elkaar willen gaan, of in ieder geval tegen elkaar bewegen. Je kan je voorstellen dat in de loop der jaren daar behoorlijk wat kracht achter zit. En als eenmaal een stuk gesteente afbreekt of de ene plaat er eindelijk langs kan gaan, dan verloopt dat redelijk schokgewijs. Dus uiteindelijk wint er een plaat en gaat alles schokgewijs verder bewegen. De spanning is dan helemaal weg. En wat krijg je dan? Dan moet je wachten tot de volgende keer dat het ergens weer blijft haken. En dan heb je weer kans op een aardbeving. Maar dat verloopt dus heel erg, zoals je hier kunt zien, schok. Gewijs en die beweging die voel je ook uh, als een soort van trilling, en uh, dat kan redelijk heftige gevolgen hebben. Zie hier Busje heeft het wel redelijk goed overleefd, uh, de resterende gedeelte van de weg wat minder, maar die bewegingen, dus elke grove stuk, voel je dus als het ware als een soort van golf, dus. Elke kleine golfje dat hieruit ontstaat. Dat is dus een ribbel, oftewel een stuk grof, een grof stuk waar de plaat dus tegenaan beweegt. En dat voelen wij dus. En die beweging die zoeft er in principe zo dus langs. En alles één ding is dus een trilling. Dat kan echt per seconde kan je meerdere van zulke schokken krijgen. En je kan ze ook opmerken. Want ik heb hier dus ook een filmpje, die kan je dus wederom ook gewoon vinden. Maar gisteren. maar je ziet dus hier in Japan bij zo'n uh, aardbeving van wat voor gevolgen dat met zich meebrengt. En dan zie je dus ook gewoon dat de aarde redelijk heftig aan het bewegen is. Wacht even, dit is de juiste. Kijk, eens aan, joh. Je ziet dat de aarde met de schokgolven zo aan het meebewegen is. De aarde in Japan is voor een gedeelte uit klei. En klei kan best wel bij een aardbeving goed bewegen. En dat zie je dus heel mooi terug in dit video. Weg, even weg, mevrouw. Hoe de aarde dus hier aan het bewegen is. En dat wordt dus veroorzaakt door de golven. Jeetje, minalenmachtig. Deze golven noemen wij ook wel seismische golven. De schokken die je voelt van de twee platen als ze gaan bewegen. Elke harde stuk waar het tegenaan komt, dat creëert zo'n golf. Een seismische golf. Natuurlijk hebben wij als... Uh, natuurlijk, sorry, wij heeft de wetenschap hier allerlei leuke namen voor bedacht. Vandaar dat ik ook wil dat je twee hele belangrijke begrippen ook gaat onthouden. Misschien heb je er ooit eens een keer van gehoord op het nieuws. Epicentrum. Hypocentrum. Dat zijn namelijk twee begrippen die heel erg verband staan met aardbevingen. En je kan ze hier op dit prachtige afbeelding zien. Je hebt namelijk het hypocentrum. Dat is ondergronds. Dat is dus echt waar die twee platen tegen elkaar aan het aanschuren zijn. Dus dat prachtige rondje dat je daar ziet ondergronds, dat is dus echt het stuk waar de plaat is vast komen te zitten, waar het, is, waar het dus echt is gaan haken. En zodra het loskomt, de eerste schokgolf die komt dus daaruit. En dat gedeelte noemen we het hypocentrum. Het gebied onder de grond, waar de aardbeving dus echt ontstaat. Maar dat is niet waar wij hem voelen. De mens woont namelijk niet onder grond. Ik mag hopen dat niemand van jullie onder grond woont. Misschien nu wel redelijk handig met dat gedoe, maar normaal is het niet zo uh, prettig. Maar de plek waar de mensen hem voelen, is namelijk bovengrond. En je ziet dus een loodrechte lijn dat naar de oppervlakte gaat, naar de plek waar de mensen de aardbeving het meest voelen. Dit noemen wij het epicentrum. Het punt op het aardoppervlak loodrecht boven de hypocentrum. Dit is ook de plaats waar dus de aardbeving het sterkst is en waar de mens hem het best voelt. Dus twee begrippen: hypocentrum en epicentrum. Maar je vraagt bij jezelf natuurlijk af: hoe meet je dit? En dit is best wel makkelijk te meten. Je kan in principe zo'n ding zelfs thuis maken. Want mensen hebben dus geleerd om aardbevingen te meten. Dat is namelijk zo'n ding. Dit uh, prachtige stuk uh, ja, metalen bal dat aan het touw hangt, noemen wij een, een seismograaf. Wat nou zo handig is aan een seismograaf, zoals je kunt zien, hangt het aan een touwtje. En uh, dat touwtje hangt in principe aan een paal. En die paal die zit weer vast aan een stuk grond. En daaronder hebben ze dus een pennetje gemaakt dat uh, aan die touw vastzit, aan dat balletje, sorry, vastzit, en dat schrijft in principe op een stuk papier. Wat er namelijk gebeurt is als er een aardbeving plaatsvindt, de grond beweegt, maar dat balletje dat blijft in principe stabiel, omdat het niet uh, echt direct vastzit aan de grond, maar het hangt aan een touwtje. Ik wil er even een animatie van laten zien. Uh, dat is dit en dan zo. Kijk, hier zie je dat ding dus schudden. Maar in principe schudt dus de aarde. Dat balletje blijft redelijk stabiel. En het noteert zo hoe heftig de aarde schudt op papier. En wat je dan dus krijgt is. Kom op, kijk. Dat het bij een beweging noteert, het dus hoe heftig de aardbeving was. Dit is nog best wel een uh, redelijk oud methode. Tegenwoordig gebruiken wij gewoon computers. Die noemen wij ook seismografen. Maar in principe is zo'n ding redelijk makkelijk na te maken. En hoe beeld je dit dan uit? Nou, dat komt dus op zo'n papiertje terecht. En dan zie je dus aan het begin een uh, redelijk vervelend aardbevingetje. Naarmate. Het verder gaat, wordt het steeds minder en minder. De aarde is constant in beweging. Er zijn altijd lichte aardbevingen, die voel je niet. Je voelt alleen de hele heftige. En wat ze dus hebben gedaan, is ze hebben twee dingen gemaakt. En eentje, daar heb je sowieso van gehoord. Dat is namelijk de schaal van Richter. Dat zijn getallen waarmee wij kunnen laten zien, zo, dat was een redelijk sterke aardbeving. Of zo, dat viel wel enigszins mee. Want wat doet de schaal van Richter nou? Met de schaal van Richter wordt de kracht van een aardbeving uitgedrukt in een getal. En je hoort dat dus heel vaak op het nieuws. Nou, er was een aardbeving op de schaal van 7 of een aardbeving op de schaal van 8. En mocht het echt een rukdag zijn op de schaal van 9. Des te hoger het getal, des te sterker de aardbeving. En als je aan mij vraagt van ja, maar hoe sterk is sterker dan? Als je bijvoorbeeld het getal 3 hebt en je gaat naar 4 toe, dat betekent dat de aardbeving van 4 10 keer zo sterk is als die van 3. En verder en verder en verder. Dus zo'n aardbeving wordt constant met elk getal 10 keer zo sterk. Dus je kan je wel voorstellen dat als je acht al heftig vindt, veel plezier met 9. Wat heeft de mensen nog meer gedaan? Behalve de schaal van Richter met getallen, hebben ze nog een soort van extraatje eraan bij gedaan. Want als iemand tegen mij zegt. Hey meneer, de aardbeving is uh, 7. Ja, ik heb daar niet zoveel aan. Een getal 7, klinkt heftig. Maar ik weet niet precies wat er gebeurt. Dus als een soort van extra uitleg op de schaal van Richter hebben ze de schaal van Mercalli gemaakt. En je kan niet de schaal van Mercalli hebben zonder de schaal van richter. Want de schaal van richter is alleen een getal. En Mercalli legt uit wat het getal betekent. Dus het geeft ook echt aan van bij een uh, getal 7 op de schaal van Richter gebeurt er dit en bij 8 gebeurt er dit. Dus het geeft echt aan bijvoorbeeld, stel je voor, het is een 9, dan kunnen, dan zegt de schaal van Mercalli, dan kunnen gebouwen instorten. Dus het vertelt ook echt van wat zijn nou de dingen die kunnen gebeuren bij zo'n getal. Het is een soort van uitleg op de schaal van Richter. En natuurlijk, als ik dit zo vertel, blijft het een beetje vaag. Vandaar dat ik iets uh, prachtigs heb, namelijk zelfs drie dingen, waarvan de laatste denk ik het best is. Want de schaal van Richter, dat is dus een getal, Mercalli legt het een beetje uit. En dat kan op een aantal manieren gedaan worden. Je ziet hier links, zie je dat uh, prachtige uh, schaal van Richter. Je ziet 1 tot en met 9. En je ziet dat daar rechts de schaal van Mercalli is gekoppeld. Dit is een afbeelding daarvan. Een soort van kinderachtig afbeelding, wat wat uh, beter een beeld ervan geeft. Maar wat ik dus ook heb, en dit vind ik namelijk de beste ervan, is een animatie. Staat ook uh, bij de beschrijving, staat ook in Magister. Je kan namelijk op de getalletjes klikken van Mercalli. En als wij onszelf afvragen van uh, wat gebeurt er nou bij een aardbeving van numero uno, dan zie je dus dat mensen de aardbeving niet zo denderend voelen. Dankjewel, auto. Als je namelijk klikt op 3, we gaan uh, best wel wat sneller. Kijk. Mensen merken het op. Lantarenpalen zijn een beetje links en rechts aan het gaan. Oftewel, het wordt sterker. Gaan we nog een paar verder? 5. Ja, open wapperende deuren. Een slapende man wordt wakker. Zeer fijn. Maar je merkt op, het duurt echt even tot het opbouwt. Gaan we naar 7 toe. Dat is wel wat heftiger. Oh, scheuren. Oh, gossi mij. Er is iets ingestort. Je ziet sterker. En uh, de sterkste aardbeving dat de mens ooit heeft meegemaakt, is 9. Dus dat is dit. Prachtig. Redelijk uh, heftige gedoe. Uh, 10 en 11 gebeuren niet zo vaak. Dat uh, gebeurt namelijk in hele bijzondere evenementen die. Uh, Laten we maar hopen, nooit uh, zullen gebeuren. 10 uh, bijvoorbeeld is als er een supervulkaan explodeert. En een supervulkaan is de grootte van een, uh, laten we maar zeggen, Nederland, België en nog een paar landen bij elkaar. Stel voor dat explodeert, dan krijg je mogelijk dat dit gebeurt in de omgeving. Naast de gigantische aswolk. Jeetje. En 11, uh, dat uh, gebeurt eigenlijk alleen bij een uh, gigantische asteroïde-inslag. Dus, uh, jeetje Mina. Ook niet fijn. Maar je ziet dus. Aan het begin voel je eigenlijk amper iets bij één, Terwijl je bij de helft uh, redelijk hard. Uh, ja, een probleempje hebt. Let, laten we het maar zo zeggen. Dit zijn dus uh, aardbevingen. En het fijne aan aardbevingen in principe is dat het maar een paar seconden duurt. Als het voorbij is, dan. Uh, ja, dan is het. Laten we maar zeggen. Redelijk lastig. Dan heb je een behoorlijk wat schade. Maar in sommige landen. Denk je, het is voorbij, maar het is helemaal niet voorbij. Want wat er namelijk kan gebeuren, is dat als het in de buurt van de zee ligt, of als een aardbeving onder water plaatsvindt, dan heb je ook nog eens de kans dat er een tsunami ontstaat. En dat is het laatste stuk waar we het over gaan hebben. We gaan het namelijk hebben over tsunamis. Die krijg je dus als een resultaat van een aardbeving, onderzeese aardbeving. En het woord tsunami. Heeft een uh, bepaald oorsprong. Het is namelijk uh, van Japan. Su betekent haven. Nami betekent golf. Japanners zijn uh, helaas uh, redelijk vaak lastiggevallen door tsunamis. En tsunami is in principe niks anders dan een vloedgolf uit de zee die de kuststrook onverwacht overspoelt. Meestal wordt het veroorzaakt door een zeebeving. Dus dat is een aardbeving dat onder water plaatsvindt. En hoe dat precies werkt laat ik zo even zien. Op andere momenten kan het veroorzaakt worden door een hele heftige vulkaanuitbarsting, dat de schokgolf creëert, mogelijk doordat een stuk grond ergens instort. Of door, uh, ja, dat hadden de Amerikanen een keer gedaan, die hadden een atoombom laten exploderen in de buurt van zee en een uh, lichte tsunamietje veroorzaakt. Super handig, uh, zeer slim, hebben ze ook niet meer gedaan. Maar uh, meestal wordt het uh, veroorzaakt door een zeebeving. Maar het kan dus ook andere oorzaken hebben. Wat je voor jezelf kan doen, is: ik heb uh, wederom een filmpje van schooltv erin gezet. Die kan je voor jezelf bekijken. Het geeft er ook wat extra uitleg over. En ook een hele mooie animatie van hoe het ontstaat. Maar het belangrijkste dat je moet weten bij een tsunami is hoe ontstaat het stap voor stap. Dat gaan we nu dus bekijken. Allereerste is uh, dit is een uh, prachtig gebied. Je ziet water, je ziet een breuk, oftewel een grens van twee platen. Dat zijn plaatsen waar meestal die tsunami's kunnen ontstaan, oftewel tsunami's ontstaan bijna, bijna altijd in de buurt van plaatgrenzen. Zoals gezegd kunnen ze ook door andere zaken ontstaan, vulkaanuitbarstingen, asteroïdes, Amerikanen die atoombommen gooien. Maar meestal ontstaan ze in de buurt van. Plaatgrenzen. En wat je dus bij zo'n plaatgrens krijgt, je ziet dat de, een van die platen die beweegt, er ontstaat een aardbeving, en dan zie je dat een stuk water ineens naar boven wordt geduwd. Dit is een hele kleine hoeveelheid dat ineens naar boven komt. En je zult, stel je voor, je bevindt je er echt vlak boven. Je zult het eigenlijk gewoon amper opmerken. Je denkt van, oh, wow. Wat is, uh, ik word ineens een beetje naar boven gelanceerd. Maar het is niet zo heftig. Maar je krijgt dus wel je allereerste golf. Door een zeebeving ontstaat er een grote schok. Het water wordt hierdoor dus verplaatst. En je krijgt als het ware je allereerste golf hierdoor. En wat gebeurt er nou? Dit golfje gaat zichzelf. Twee kanten verplaatsen, naar links en naar rechts. En hij is ook niet spectaculair hoog nu. Dus stel je voor je zit op een schip of je bent daar toevallig aan het zwemmen, geen idee waarom je in het midden van de oceaan zwemt, maar je zult het eigenlijk alleen maar opmerken als een soort van, woe golfje waar je in principe overheen gaat. Met een boot kan je er met gemak zelfs overheen varen. Het is dus niet zo hoog. Maar de golven gaan namelijk wel verder reizen. En als ze verder reizen, worden ze ook sterker. Ze krijgen kracht erbij. Ze worden sneller. En het probleem ermee is: zo'n gigantische tsunami-golf, waarbij je denkt van, ah shit, daar kom ik heel moeilijk overheen, die krijg je pas als je in de buurt van. Land bent. Want naarmate zo'n golf richting land gaat, dan merk je op het wordt steeds ondieper. En naarmate het ondieper wordt, heeft het water minder ruimte om zichzelf ja, um, in het gebied te houden. Wat gaat het doen? Het wordt zo dus hoger en hoger en hoger, omdat het steeds ondieper wordt. En dan krijg je dus je tsunami-golf. Een tsunami-golf ontstaat dus door een zeebeving. Aan het begin merk je er eigenlijk vrij weinig van op, je kan er zelfs overheen varen, maar naarmate het in het buurt van land komt, dan krijgt het minder plek om zichzelf, uh, laten we maar zeggen, te bewaren, omdat het beneden heel erg ondiep is. En het gaat dus de hoogte in. Vandaar dat zo'n tsunami-golf best wel tien... A 20 meter kan zijn in sommige gevallen. De meest heftige tsunamis die ontstaan zijn door asteroïdes, die waren zelfs zo'n 30 à 40 kilometer hoog. En uh, ze hebben een snelheid van zo'n 100 en soms wel tot zo'n 300 kilometer per uur. Dat is best wel een snelle ding. Dus je kan ook wel begrijpen dat als het tegen je harsjes aankomt, dat je redelijk dood bent. En uh, voor degenen die het willen: uh, dit is gewoon een aanrader. Eentje lijkt me wel tof als jullie die kijken. Daar komt ook een link van in uh, de beschrijving van YouTube of in Magister. Maar je hebt uh, namelijk twee films: uh, Eentje is The Impossible. Dat is een uh, prachtige film van de uh, tsunami in 2004 in uh, Thailand, Indonesië, zoiets ongeveer. En uh, dat laat in principe mijn familie zien en hoe ze die tsunami overleven. Mocht je de kans krijgen, dan raad ik je aan om die te kijken. Want het is best wel een uh, heel mooi film. En uh, het, het, zit ook, het is ook best wel goed in elkaar gezet. De tweede film, die heb ik erin gezet. Want uh, een van de mooiste dingen aan kunnen dat is ook wel een beetje datgene wat mij erin heeft geïnteresseerd. Is, uh, er worden ook heel veel films gemaakt die gigantische onzin zijn. We kennen ze allemaal wel, 2012. Uh, San Andreas, uh, prachtige aardbevingfilm. Maar ook de Aziatische bevolking weet er wat moois van te maken. Uh, het staat erin als een link. Het is een uh, overdreven actiefilm waar je de drastische gevolgen van een tsunami kunt zien uh, in uh, Zuid-Korea. Ik zou hem kijken. Het slaat helemaal nergens op. Bijna niks erin is realistisch. Behalve dat het water terugtrekt als zo'n tsunami eraan komt. Check het. Het is uh, mijn cadeau aan jullie om jullie te introduceren tot een uh, vage filmwereld. Dus uh, kijk er gewoon even naar. Als je het hebt gecheckt, dan, zijn er eigenlijk nog, dan is er eigenlijk nog één ding dat we moeten doen. En dat is meer voor jullie veiligheid, maar ook een beetje voor die van mij. Dat is namelijk wat doe je nou om jezelf te beschermen bij een aard, van een aardbeving of van een tsunami. Dus we maken even twee kantjes. Links komen de beschermingsmaatregelen van aardbevingen. Rechts komen de beschermingsmaatregelen van tsunamis. Om jezelf te beschermen voor aardbevingen moet je voornamelijk preventief werken, oftewel van tevoren heel veilig alles opstellen. Stel je voor het gebeurt, dan kan je gelijk handelen. Wat ze in Japan doen, is ze zetten gebouwen op soort van veren, hele grote veren. En dan bedoel ik niet die dingen van vogels, maar meer dat uh, metalen prachtige gedraaide dingetje. Wat gebeurt er nou? Is uh, die gebouwen die zitten dus op zo'n veer? Als er een aardbeving is, dan bewegen de gebouwen mee. En waarom is dit handig? Een gebouw van beton, die kan natuurlijk afbreken bij een aardbeving. Maar als het op een veer staat, dan beweegt het mee. Wel niet te extreem naar links en rechts. Maar dit zorgt ervoor dat een wolkenkrabber niet gaat afbreken. Ik heb er een tof voorbeeld van. Uh, kijk, building swaying. En dan zie je het hier. Je kan het ook zelf bekijken. Maar je ziet dus en dat het gebouw langzaam naar rechts en nu naar links beweegt. Zo zorgen ze ervoor dat het gebouw niet afbreekt. Heel veel van deze dingen vind je in Japan. En ook uh, gebieden waar het dus, uh, waar dus behoorlijk wat aardbevingen zijn. Dit lijkt heel eng. Maar geloof me, je bent tien keer zo veilig dan in een gebouw dat niet mee beweegt. Dus dit hebben ze eigenlijk supergoed bedacht. Meebewegende gebouwen, dames en heren. De mensheid is best cool. Als tweede, en dit is ook gelijk de laatste voor aardbeving, duidelijke instructies. Dus wat moet je doen om jezelf te beschermen tegen een aardbeving? Waar moet ik heen? Waar kan ik mezelf het best bevinden? In aardbevingsgebieden zeggen ze heel vaak, zorg ervoor dat je onder een tafel duikt. Klinkt heel raar, maar dat is beter dan dat, er een plafond, uh, dat de plafond tegen je harses aanknalt. En stel je voor je bent buiten, ga uit de buurt van gebouwen, zodat er geen glas op je harses terechtkomt. Dat zorgt ervoor dat mensen in aardbevingsgebieden gewoon duidelijk weten wat ze moeten doen. Je kan een aardbeving niet stoppen. Het is best wel moeilijk te voorspellen. Maar als je ervoor voorbereid bent, kan je er wel voor zorgen dat de schade zo min mogelijk is. Rijke landen doen het best goed. Arme landen daarentegen, je moet er geld voor hebben. En dat hebben ze niet allemaal. Voor tsunamis, ook een beetje hetzelfde verhaal. Lastig te stoppen. Je moet ervoor zorgen dat je goed een goed waarschuwingssysteem hebt. Wat er dus gebeurt is, zodra het opmerkt van hey, het water begint nu wel heel hoog te worden, het zendt een signaal naar een satelliet uit. Die satelliet die zendt het weer uit naar een, uh, naar een gebouw waar mensen werken. En die zien dan, oh shit, er komt een tsunami aan. Alarm wordt aangezet en mensen krijgen te horen, ah shit, er komt een tsunami aan. Tijd om weg te wezen. Waar gaan ze dan naartoe? Er zijn mooie evacuatieplannen gemaakt. Routes waar ze naartoe kunnen gaan. Hoge gebieden. Je kan het gewoon echt letterlijk zien. dat zie je zo'n prachtig bordje daar staan. Dan weet je bij jezelf: hé, hey, daar moet ik heen om mezelf veilig neer te kunnen zetten ergens. Dus een duidelijk waarschuwingssysteem. Evacuatieplan. Waar ga ik heen als het uh, systeem afgaat? En dan hebben we er nog twee. Zoals gezegd. Het water gaat zichzelf terugtrekken. Tsunamis zie je ook van afstand uh, aankomen. De meneer in zijn prachtige broekje rent weg. De dame daar uh, helemaal achterin, die wijst naar de tsunami. Voor het geval dat niemand het heeft gezien. Maar mocht het water zich terugtrekken, dan weet je bij jezelf: Gerard there. En allerlaatste, er zit ook een hele tof filmpje bij, is dieren. Die zijn een van de eerste die in principe weggaan. Je ziet vogels ineens wegvliegen. Olifanten zien ineens weggaan, mocht je in uh, zo'n gebied zitten. Honden die rennen ineens weg. Hun hebben sterkere zintuigen dan de mensen. Dus die besluiten hem ook heel snel te peren. En een heel mooi voorbeeld ervan. En die wil ik ook gewoon laten zien, omdat ik het echt een amazing filmpje vind. Is uh, Sophie de hond. Die besluit hem te peren tijdens een aardbeving. En daar is ze dan. Ach, gaan we even naar kijken. En dit was dus in. Uh, een of andere plek in Amerika. En wat er dus gebeurt is, je ziet, uh, er gebeurt vrij weinig momenteel. Sophie de hond is er nog uh, redelijk aan het chillen. Op een bepaald moment uh, voelt Sophie de hond iets. Kijk, oh, holy shit. En Sophie de hond rent weg. En uh, de meneer daar, die denkt van, wat gebeurt er nou? En daar is de aardbeving. Alles gaat langzaam maar zeker uh, niet de goede, Jezus Christus, niet de goede kant op. Maar Sophie de hond, die uh, is allemaal lang gepeerd. En die is dus op een redelijk hoge snelheid aan het wegrennen. En Sophie de Hond, en dat is ook het hele mooie eraan, is ook een van de eerste in principe die uit het gebouw is. En dan pas komen de mensen. Dus mocht je ineens een lading van dieren weg zien gaan, alsjeblieft, volg de dieren, want die weten waar ze naartoe gaan. Dit was de les van vandaag. Je hebt een beetje te horen gekregen over aardbevingen, je hebt een beetje te horen gekregen over tsunamis. Verwerk de aantekeningen in je Word-bestand. En dat is het voor vandaag. Morgen gaan we naar Vulkanen kijken. Dank jullie wel voor de aandacht. Mocht je vragen hebben, mail mij via mdo.vsh.nl. En dan assisteer ik je met alle liefde. Tot morgen, dames en heren. Doei doei.